Nou, voorzitter, dank. Ja, we zijn er eindelijk uit. Uh, de vvdc Broek heeft uh, samen met ODS en CDA een uh, mooi coalitieakkoord gesloten. Ik wil beide partijen bedanken voor de constructieve gesprekken en het vertrouwen dat we de laatste weken in elkaar hebben uitgesproken. Jos, jij ook bedankt voor uh, je begeleiding in het proces. En uh, ja, Het voelt goed en we gaan de komende vier jaar naar uh, ja, voren. Een vraag die onze fractie zich de laatste week heeft gesteld is waarom stappen wij in een coalitie? Een terechte vraag. De afgelopen vier jaar hebben wij in de oppositie gezeten. Dit was zeker aan het begin voor ons een lastige rol. Maar later hebben we toch vanuit een constructieve rol dingen voor elkaar gekregen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met ODS, aan het amendement op de visie of van het sociaal domein en het CDA met het onderwerp duurzaamheid. Je wilt als fractie meedoen in de coalitie, was uiteindelijk de conclusie, want dan kan je volgens ons het meeste voor elkaar krijgen. Ik ben er daarom trots dat we mee gaan doen. In het akkoord staan belangrijke punten. Die ons aan het hart gaan. Maar we vertrouwen het nieuwe college en dragen daarom met trots Martin Krijger uh, voor, voor als wethouder. En zien uit naar het te maken raadsprogramma en daarna het college-uitvoeringsprogramma. We hebben er zin in en kijken er naar uit om samen met de gehele raad Zeebroek nog mooier te maken. Want veel gaat al goed, maar er kunnen dingen, zeker dingen beter. Dank, voorzitter. Dank u wel.